Zo, Laurens Week, eerste wedstrijd voor de nieuwe ploeg, direct podium. Goed gevoel vandaag? Het gevoel was nog niet optimaal, maar ik denk dat ik niet mag klagen. Ik denk dat de sterkte hier sowieso naar boven komt en dat hij ook wel gewonnen heeft. En op het moment dat hij een versnelling plaatst, had ik niet echt een antwoord. Ik heb nog geprobeerd het tegen te doen, maar ik stond er ook alleen voor. En ik had het niet in de benen, een antwoord. En stond je dan deze ochtend met extra zenuwen aan de start of viel het wel mee? Extra zenuwen niet echt, maar het was toch wel, het was ook lang wachten eigenlijk. Half zes, dat we niet echt gewend zijn, dat startuur. Dus dan, de dag... We waren wel een beetje aan het wachten. Een gezonde stress, zal ik zeggen. Ja, toch wel. Op het einde kwam Lars van der Raar nog aardig in de buurt. Voelde je hem komen? En had je nog iets over of was het echt wel aan proberen te blijven haken? Ik voelde hem echt wel komen en echt wel tot in het wiel geweest, denk ik. En ik voelde wel dat ik er op het einde moest proberen in die laatste strook ergens vanaf te geraken. Maar hij heeft echt nog wel lang tegedaan eigenlijk, tot op het laatste moment. Maar ja, dat is op zich ook wel goed voor mij dat ik toch nog die kleine finale heb gereden voor een ereplaats dan. En dat ik aan het langste eind trek, dat geeft mij wel voldoening ook.